Mijn naam is Linda Geurts en ik ben verpleegkundig specialist oncologie. En ik werk hier op de Geopoli. En ik werk hier niet alleen, wij zijn met z'n vieren. Dus ik werk hier met drie collega oncologieverpleegkundigen. Jolanda, Irma en Margot. Waar GIO betekent gastro-intestinale oncologie. Dat betekent kanker in het spijsverteringskanaal. Wij met z'n vieren dagen zorg voor patiënten die kanker hebben in hun spijsverteringskanaal. Dat kan de slokdarm zijn, de maag. Maar vooral de dikke darm, dat is de grootste groep patiënten die wij zien. Wat wij doen voor deze patiëntengroep is, wij bieden begeleiding aan de patiënt en aan hun naasten. We plannen ook onderzoeken of bijvoorbeeld een operatie. Het belangrijkste is dat we het aanspreekpunt zijn. En dat aanspreekpunt zijn wij voor de patiënt, voor hun naasten, maar ook zeker voor de zorgprofessionals in en buiten het ziekenhuis. Wij zijn een beetje het spin in het web en zorgen ervoor dat het traject van de patiënt soepel en vlot verloopt. De zorg geven aan patiënten die kanker hebben, dat kan ook voor ons als verpleegkundigen best wel pittig zijn. Daarom is het heel goed om een goed team te hebben. Nou, dat hebben we hier. Na elk gesprek komen we even samen, bespreken we kort wat het besproken is in het gesprek. Bij sommige heftige situaties kunnen we elkaar ook opvang bieden. En het is gewoon hartstikke fijn om eventjes met elkaar situaties te kunnen beschrijven, om dat ook voor jezelf een plekje te geven. Wij zien of spreken de patiënt gemiddeld zo'n 5 tot 6 keer per traject. En in die trajecten vertellen we natuurlijk wat er gedaan moet worden, wat de behandelingen inhouden, wat onderzoeken inhoudt. Maar een heel belangrijk aspect van die gesprekken is ook de psychische en de sociale ondersteuning. Ja, kanker krijg je niet alleen, dus we betrekken ook zeer zeker de naasten hierbij. We vragen aan de patiënt wat er in hun omgaat en op welke manier wij zij hierin kunnen ondersteunen. Want het doorlopen van een dergelijk traject is voor een patiënt ontzettend heftig. Het is een onzekere tijd en daar hebben zij echt begeleiding bij nodig. Als dat niet voldoende blijkt te zijn, dan hebben we een heleboel hulpverleners binnen en buiten het ziekenhuis die patiënten en hun naasten daar nog verder bij kunnen ondersteunen. Wij kunnen de patiënt verschillende mogelijkheden voor psychische ondersteuning aanbieden. Binnen het ziekenhuis kennen we onze afdeling medisch-maatschappelijk werk, onze afdeling psychologie, die kunnen hulp bieden. Maar buiten het ziekenhuis zijn er ook hulpmogelijkheden. Zo kennen we hier in Nijmegen Herstel en Balans. Dat is een heel mooi revalidatietraject. Ja, er zijn contacten met fysiotherapeuten in de regio Nijmegen die gespecialiseerd zijn op het gebied van de oncologie. En vaak kunnen ook huisartsen hulp bieden. Een inloophuis zit ook in Nijmegen, dat is het Mariekenhuis. Ook die zouden hulp kunnen bieden voor patiënten. Al deze hulpverleners, daarvoor kan een patiënt informatie vragen bij ons. Maar dat valt op de website van het ziekenhuis en de website van de verschillende instanties ook een heleboel informatie te vinden.